Hup. Die vliegt nou weer naar de bank. Hup. Die gaat erachteraan. Hup. Ze weet zelf niet wat ze wil. Ze is gek in de kop. Ik zal even weer terugzoomen. Vrienden, het is vandaag alweer maandag 31 augustus en we leven om 16 minuten over 2. Ik heb heel weinig aan het vloggen geweest afgelopen weekend. Gisteren sowieso helemaal niks. Nee, ik was lang niet in orde, maar ik hoor hier ook zoveel om me heen van mensen. Het zijn moe, het zijn beroerd, hoofdpijn, misselijk, rugpijn. Maar echt, koorts hebben we niet. Dus ik denk dat het gewoon met een normaal griepje te maken kan hebben of zoiets. Ik ben ook niet verkouden, ik hoest niks. Ja, af en toe de hooikoorts, maar daar heb ik dit voor. Maar voor de rest niet. Maar ik zo lamlendig, zo moe. Je bent niet vooruit te branden. En ja, dit doet zeer, dat doet zeer. Oké, ik... Ben ook al 63 en ouderdom komt met gebreken. Dus ja, ik ben geboren met een dubbele scoliose. Dat is een ouderwetse benaming voor een rug. Tenminste, een ruggraatvergroeiing is de ouderwetse benaming. En ik een dubbele. En ja, dat breekt me ook momenteel even parten. Want dat is gewoon momenteel vreselijk. Maar daar kunnen we niks aan doen. Nee, we gaan gewoon door. En ze zijn alle drie nou momenteel lekker binnen, Kandalf ook, die zit hier naast me. Maar ik ga zo eerst even met Rijke uit en als ik terug ben dan moet ik Karin appen, ik ben er weer. Nou ja, waarom moet ik appen, ik kan haar ook bellen, want ik bel ook gratis net zo goed. En we zullen zien wat de dag ons brengen gaat verder. Ik hoef niet weg. Nee, niet nodig. En dan morgen, ja, we zullen het beleven. Ik heb hier wel een nieuw krantje. Ja, morgen gaan we weg, hè, want dan hebben we de laatste Juttersmarkt alweer. En dan hoop ik dat het knap weer is. Dan kan ik daar nog even naartoe. En neem ik jullie natuurlijk gezellig mee. Ja, en dan doe ik de koper er gewoon op. Ja, waarom niet? Die heb ik de tijd niet gebruikt, dus die ga ik straks... ook aan de lade gooien, zodat die wel goed vol is, ja. En dan morgen de Juttersmarkt dus, ja, dan gaan we daar lekker naartoe. We draaien mee met onze fractie, ja wat. En voor de rest weet ik het nog niet, dus ik zal de krant nog even uitspitten. Zoals we dat dan zeggen. En er ligt nog reclame op de tafel, nog in het plastic jasje. Nou, dat moet er ook nog af. En dus, maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, oh ja, en dan nog wat. Dit is de nieuwe dieper. En dat is ook een nieuw krantje. Nieuwsblad. Dit is ons thuis. En mijn dochter is van hier. Ja, dan mag je hier blijven van mij, schat. Ja. Wat je zelf ook bent. Ja, niks op tegen. Een woonkrant. Nou, ik woon in een huis en dan hoef ik niet een woonkrant. Nee. Dus die twee moet ik even doorspitten. Nou. Dat komt ook allemaal goed. Woensdag, als het goed is, komt Rebecca weer. Maar dat weten we nog niet zeker. Nee. Dat meisje moest een test afleggen. Ja, maar weten jullie denk ik wel wat. Dus het is even afwachten. Er zouden 2 werkdagen geloof ik overheen gaan wanneer de uitslag te krijgen. Nou ja, zaterdag een test. Dus vandaag en morgen. Dus ik krijg het pas denk ik op woensdag te horen of zo. Ik weet het niet, maar we merken het wel. En anders word ik wel gebeld van er komt een ander. Ja, we wachten dat even rustig af. En ik hoop voor haar dat het goed uitpakt en niet verkeerd. En ook natuurlijk voor mezelf. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, een nieuwe week is aangebroken, dus... Welkom bij Corina en de Beestenboel, ja! Wat
Komt allemaal goed. Hier al hebben ze. Hup. Die vliegt nou weer naar de bank. Hup. Die gaat erachteraan. Hup. En die hangt hier nog te hangen. Dus ja, ik zeg lieve vrienden, tot later maar weer. Ja, doei. Ja, lieve vrienden, ik denk ik kom maar weer even retour. Even een praatje met jullie doen. Ja toch, moet ook kunnen. Kandalf is weer naar buiten. Ewin ligt op de bank. En Rijka die ligt, denk ik, geloof ik, in de mand. Denk ik wel. Ik heb net telefoon gehad met Karin. Nou ja, die heeft weer wat nieuws gevonden. En dat moet ik dan ook weer uitproberen. Ja, Rijka ligt lekker in de mandje. Ja, en daar kan ze mee live. Maar ja, wat schiet ik ermee op? Ik weet het niet. Nee, ik weet het helemaal niet. Dan hou ik het liever bij YouTube een beetje makkelijker en simpeler. En dan kan ik ook live gaan. En ik kan op Facebook live gaan. Maar ja, ik weet niet hoor. Nee. Het is allemaal wennen en je moet allemaal Engels lezen en doen. Oké, je kan wel Nederlands praten, maar... Je zit ook met het Engels, als je dat lezen moet. Nou ja, sorry, belorie, ik speak not so good English, nee. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. De hemel is blauw, hier en daar wat wolkjes te bespeuren. Maar ja, wat wil je nog meer? Het is prachtig, ja. Dat was ook even lekker om te wandelen. Oh, Rijka, die, joh, wat ga je doen, meis? Ga je er weer in? Mag ook. Ja. Maar oké, wat we op het programma hebben staan voor vandaag, dat we weer proberen om 1 à 2 of misschien meerdere vlogs in elkaar te zetten. Het is ook natuurlijk de vraag, hoe doet de videopad het? Want gisteren liet hij hem ook weer 1 keer in de steek, kon ik ook alles weer opnieuw doen. Niet leuk, maar toch heb ik er 2 weten te voor elkaar te krijgen. Morgen dan hey, de Juttersmarkt, maar dan heb ik ook Sandra Urban. Woensdag, als alles goed zit, heb ik Rebecca. Donderdag, dan gaan we op visite, daar mag ik ook vloggen. Dus dan gaan jullie gezellig mee. Donderdagmiddag rond 4:15 zou ik daar aanwezig zijn. En dan vrijdag ja, hebben we Rebecca weer. Dan is het alweer weekend en ik wil toch ook trachten te proberen om met het weekend weer naar mijn broer en mijn schoonzus te gaan. En daar mag ik weer niet vloggen, nee. Nou ja, dan is de week toch ook weer zo om en dan moet ik ook tussendoor nog boodschappen zien te doen. Ja, ken je dat? En ik moet dat nog even weer opruimen. De super staat in de week. Daar ga ik lekker eten in, maar ik heb nog niet genoeg voor de vaatwasser. Nee, niet genoeg voor. Dus ga ik ook nog niet doen. Vind ik zonde van mijn elektriciteit en mijn water. Ja, moet wel een trommel vol wezen, laat maar zeggen. Een vaatwasser vol. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie prachtige dag. En doe het met een glimlach, ja, want anders... Maak iedereen blij. Doe maar de groeten van mij. Ja. Zeg maar tegen iedereen, doe de groeten. Ik moet de groeten doen van een vriendin van me. Nou, dan kom je toch ook goed? Ja. Hartstikke leuk. En maak reclame voor me. Hé, gelijk wat te doen. Ja. Ga maar naar YouTube-kanaal Corina en de Beesterboel. Vergeet er niet bij te zeggen Corina met IE, want anders kom je fout. Ja. Want er is ook nog een andere, Corina, en die schrijft met een I en die heeft ook beestjes. Ja. En bij mij schrijft met IE. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Er is er eentje wat aan het begraven. Kijk. Ze wou dat daar gaan begraven. Ik ben benieuwd wat ze nou gaat doen. Ze houdt hem mee naar buiten. Ik denk, wat moet ze nou? Ze heeft me draaien, maar hier. Ze weet zelf niet wat ze wil. Ze is gek in de kop. Ik zal even weer terugzoomen. Mal beestje.
Ik ben toch echt benieuwd wat zij gaat doen ermee. Als ze hem nou inderdaad gaat begraven en dan bij wijze van spreken morgen er weer uithaalt, ik weet het niet. Ze is echt me sjokken. Ze ging een gat graven daar. Ze had al wel een gat, maar niet zo groot dan nu. Heerlijk hoe ze bezig kan zijn. Echt. Maar het is ook knap weer. Er komt wel bewolking aanzetten daar ook. En daar is het nog mooi blauw. Hoe leuk, hè? Als ze bezig kan zijn. Nou, ik laat het jullie wel weten of ze het gaat doen, ja of nee. Dat ik sluit bij deze af, want zometeen begint goede tijden, slechte tijden weer. Het nieuwe seizoen, yeah! Heerlijk, kunnen we weer genieten. En ik ben ook met een plaatje bezig, want tenminste een plaatje. We hebben er een nieuwe moderatrice erbij in de Club van de 50-plussers, ja. Dat is een Jolanda, ja, een hele lieve, knappe dame. En die komt ons proberen haar steentje bij te dragen. Voor 2 maanden op proef. Lukt het niet, dan hebben we pech. Dan moeten we weer verder zoeken. Lukt het er wel, dan zijn wij alleen nog maar blij. Ja. Maar in ieder geval, ik sluit bij deze af. Met het blik op Rijka. Met een poot op dat, wat het is. Ik weet niet. Ik geloof een stuk van die weet ik veel wat. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval. Ja, ik weet het echt niet meer. Ik zit hier echt te denken van wat is het ook alweer geweest. Maar ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ook namens Rijka natuurlijk. En hier ligt er ook nog één. En dat is onze Ewin. En die ligt er lekker bij. En Kandalf is boven. En ik zou zeggen nogmaals een hele fijne, liefdevolle avond. Voor later op deze avond een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ja. Hele mooie dromen, hè Rijka? Ja, hè? En natuurlijk morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.